Thomas, Sally, niet vechten. Jongens, er is iemand aan wie ik jullie wil voorstellen. Dit is jullie nieuwe klasgenoot, Kylie. Ik hoop dat jullie vrienden worden. Wow, ze doet me denken aan iemand. Ze is gewoon perfect. Ik denk dat we hier wat liefde krijgen. Sally, sta op. Oké, er is tenminste een plaatsje vrij. Hey Kylie, kom bij me zitten. Ik ben Thomas. Leuk je te ontmoeten. Dit is mijn plaats nu. Sally en Kylie lijken zo veel op elkaar, maar hun hobby's zijn totaal verschillend. Voor Kylie is schoonheid alles. Sally is meer gefocust op haar studies. Oh, een tweeling is iets om aan te wennen. Oh, die nieuwe kinderen. En nu staat scheikunde op het programma. Laten we paren maken en aan de slag gaan. Scheikunde zal niet wachten. Dus Thomas koos Kylie? Ik zal haar een lesje leren. Ik zal haar tonen wie de slimste van de klas is. En Kylie zit al in de problemen. Ze is niet goed in scheikunde. Wil je me helpen? Natuurlijk, Kylie. Scheikunde is zo interessant. Geen 10 voor jou, schatje. Probeer mijn nieuwe uitvinding. Mengen en schudden, zeg je? Dat is wat we gaan doen. Oh, mijn hemel. Wat is hier aan de hand? Miss Corny, kijk. Ik heb gelei. Een eetbare slijmgelei. Kylie, je bent goed. Ik denk dat het een wetenschappelijke doorbraak is. Ongelooflijk. Hoe heeft Kylie dat gedaan? Je bent ermee weggekomen. Sally moet Kylie verslaan. Oh, ik kan niet zonder drastische veranderingen. Ik zal aan mezelf moeten werken. Laten we beginnen met de transformatie. Het doel is om perfectie te bereiken. Laten we proberen de bril af te zetten. Het is al goed. Ik zal op de tas werken. Waarom maak je mijn lippen niet helderder? Dat is heel erg Kylie. Nu ben ik een echte hottie. Dat is genoeg voor beginners. Laten we de wereld veroveren. En Kylie is geen nieuweling in de wereld van schoonheid. Hallo, mijn schatjes. Ten slotte heb je mij. Kylie, eerst de schoonmaak, dan de schoonheid. Mam, ik ben hier live aan het streamen. Maar het is beter om geen ruzie te maken met mama. Dit is het echte leven van een schoonheidsblogger. Maar Kylie is geboren voor iets anders. Ze wordt verondersteld te schitteren. Ovaties en een zee aan fans. Dit is waar je naar moet streven. Het sterrenleven is mijn roeping. Als je goed droomt, wordt schoonmaken veel interessanter. Nu is het tijd voor wiskunde. Wie wil antwoorden? Kylie, hoe zit het met jou? Oké, Miss Courtney. Maar er is één probleem. Wiskunde is niet Kylie's sterkste kant. Ze heeft één antwoord voor alles. Een hart. Hoe schattig is dat? We moeten diegene redden waar we van houden. 4. Kylie, het antwoord is 4. Dat is juist, 4. Wat zou ze doen zonder Thomas? Hij is zo slim. Goed gedaan, Kylie. Je krijgt een welverdiende 10. Meen je dat? Een 10? Ze weet niets over wiskunde. En nu jij, Sally. Laten we je kennis testen. Nu gaat Sally een aantal echte vaardigheden laten zien. Maar deze oefening is veel moeilijker. Hoe los ik het op? Ik zal doen wat Kylie deed. Dus, enige hints van het publiek. Wat is er met jou aan de hand, meisje? Het is een fluitje van een cent. Oh nee, de hartmagie werkt niet. Sally, wat is er met de tekenspelletjes? Dit is een echt onvoldoende. Wiskunde geeft niet zo gemakkelijk op. Sally heeft een klein geheim. Ze is al heel lang verliefd op Thomas. Hij is als een prins uit een sprookje. Knap. Slim en aardig. Kylie heeft ook een voorwerp van aanbidding. En ze is niet de enige. Ah, eerste liefde. Dat is zo opwindend. Thomas is niet langer geïnteresseerd in leren. Het enige waar hij aan denkt is Kylie. Laat je boeken vallen, meisje. Kijk eens wat ik heb. Thomas, je bent een lieverd. Hey, wat ben je aan het doen? Dit is voor Kylie. De schooltweeling is haar weer voor geweest. Ga nou maar, Thomas. Ik wil je niet meer zien. Waarom werd Sally zo boos? Maar daar gaat het nu niet om. Dit is het moment van de waarheid. Kylie, dit is het ding. Ik ga gewoon... hier. Maar je kan Kylie niet verrassen met ringen.
Ze heeft geen enkele vrije vinger. Raak niet overstuur, Thomas. Misschien is het tijd om fans te verzamelen? Er is een groot evenement op school vandaag. Familiedag. Sally, laten we beginnen met je familiegeschiedenis. Ooit had ik een tweelingzus. Maar we werden gescheiden. Ik heb een slimme moeder. Dat is prachtig. Wat een ontroerend verhaal, Sally. Kylie, wat is jouw verhaal? Ik had ooit een tweelingzus, maar we werden gescheiden. En ik werd geadopteerd door een prachtige moeder. Ik denk dat we dat verhaal al gehoord hebben. Wat zou dat betekenen? Zijn we echt zussen? Dat kan niet waar zijn. Zelfs in de cafetaria is Kylie de koningin. Ze krijgt het beste van alles. Het is de liefde van iedereen. Sommige mensen kunnen daar niet goed mee omgaan. Ik wil iets lekkers, alstublieft. Wat een lef. Je hebt net je portie genomen, jonge dame. Probeer me niet voor de gek te houden. En trouwens, ik heb pauze. Oké? Ik ben Kylie niet, ik ben Sally. Zie je? Ik kan dwars door je heen kijken. Maak je weg, komt. Het is allemaal de schuld van mijn tweelingzus. Ze brengt niets dan problemen. Eerst steelt ze Thomas en nu steelt ze mijn lunch. Waarom zo verdrietig, Sally? Het leven is goed. De cijfers zijn klaar. Jammer dat niet iedereen goed is in wiskunde. Het is tijd om de studenten op te vrolijken met de resultaten. Hallo jongens. Oké, jij bent Sally. Alsjeblieft. Wow, eerste 10 ooit in wiskunde. Wow. Wacht, er is iets mis. Oh, mijn fout. Jij bent Sally niet. Geef het terug. Je krijgt geen 10. Tenzij je slim wordt. Sally, daar ben je. Goed gedaan. Je hebt het gehaald. Yay, nog een 10 in de collectie. Kylie, hier zijn je cijfers. Onvoldoende en nog eens onvoldoende. Oh ja, en hier is nog één. Hoeveel nog? De testen zijn zo'n sleur op de stemming. Geen mooi meisje kan een lief geschenk weerstaan. Deze keer zal alles goed komen. Kylie, dit is... Oeps, deze keer werd Thomas in de steek gelaten door zijn eigen voeten. Kylie heeft de taart niet geproefd, maar ze lachte hartelijk. We kunnen hier beter weggaan. Voor de hele school de schande ziet. Liefde is een duivels iets. Kop op, Thomas. Wat is er zo erg? Je viel gewoon op de taart. Het is niets. Het is goed om een echte vriend te hebben. Op wie je kunt vertrouwen. Het leven wordt beter. Sally is het beste meisje in de wereld. Hoe heeft hij haar nooit eerder kunnen opmerken? Hey, ik ben eindelijk hier. Oh, no. Waar zijn de verrukte blikken? Daar zitten, kletsend, bla bla bla. Heb je niets anders te doen? En Miss Courtney heeft weer goed nieuws. Er is weer een nieuwe leerling in de klas. Daar gaan we. Oh, echt? Nog een tweeling? Oh, God. Wow, hij is zo knap. School wordt meer en meer interessanter. Nu is er ook een waardige match voor Kylie. Alright. En ze zien er goed uit samen. Het is idyllisch. Maar voor Miss Courtney is de situatie alleen maar verwarrend. Een hele klas met lookalikes is geen grap.